Ik was presentator in praatprogramma's, maar ik was geen activist, geen strijder. En toen kwam dat moment en ik wist gewoon van, okay, it's here. Als je trouw wil blijven aan wie je bent en als je tegen je kinderen zegt dat ze altijd voor zichzelf mogen opkomen, dan moet je dus wel het goede voorbeeld geven. En letterlijk kwam de shit naar boven. Zwarte Piet van de Zwarte Piet actiegroep staat voor het huis van Sylvana. En wij zijn het zat dat deze vrouw al jarenlang ons kinderfeest wegzet als een racistisch kinderfeest. Is dat grappig bedoeld? Niet grappig bedoeld. Ik vraag aan jou met welke intentie je die term gebruikt. Zwartjes natuurlijk, want zo praten we toch over ze. Als er een profiel over mij verschijnt, dan gaat het over mijn kapsels, mijn kleding, over van alles. Behalve over mijn politieke idealen. Meneer, ik ben geen buitenlander. Ik ben een Nederlander. Ik heb recht op alles waar elke Nederlander recht op heeft. En als ik het niet krijg, dan kom ik het halen. Het is heel goed om dat te adresseren. Sterker nog, is noodzakelijk om te adresseren. Alleen ik denk dat we het moeten doen zonder het woord racisme. Nee, want we moeten het beestje bij de naam noemen. Wij noemen seksisme, seksisme. Neem mijn nummer, want ik wil campagne voor je voeren. Top. In de Belma. Het statement wat beloofd is. Sylvana Simov is geen mens meer. Ik ben een symbool geworden. Daar kun je gewoon makkelijk overheen schijten. Ik wil jullie bedanken voor de moed om te zeggen, ik ga ondanks elke storm die op mij afkomt, mijzelf kandideren om volksvertegenwoordiger te worden. Let's do it! Let's do it! Over precies 3 minuten komt de eerste uitslagen van Amsterdam binnen. Show me how. De exit poll van Amsterdam. Dionne, vertel. Ja, Rob, ik kan je vertellen dat er toch wel het een en ander gaat veranderen.